Jofke, ik heb jou met belangstelling jouw foto's bekeken en van je werkstukken. En ik ken je werk ook al van hier. En ja, ik ben benieuwd of jij mij kunt vertellen wat jou tot een kunstenaar maakt. Dat is natuurlijk heel moeilijk om van jezelf te zeggen, maar ik heb voor mijn gevoel een innerlijke drang om te creëren, om mijn ideeën tot uiting te brengen. En ik zoek dan naar een bepaalde vorm daarvoor. En soms denk ik dat ik niet genoeg kunstenaar ben, dat ik de tijd niet vrij kan maken om autonoom te werken. En dan besef ik weer van ja, ik ben een kunstenaar, het zit gewoon in mij. En dan ben je niet van tijd tot tijd tussen 9 en 5 of zo. Dat klinkt door in alles wat ik doe eigenlijk. Wat ik bijzonder vind aan het werk van Jofke is dat zij aan de ene kant heel onderzoekend is. Ze durft te experimenteren en dat leidt dan tot werk wat ook spontaan mag ontstaan. Mijn vrouw en ik, wij waren naar een tentoonstelling van Jofke. Dat was ergens in buiten Tilburg, in Geelsrijen. En mijn vrouw die kwam mij halen en die zegt van ik heb een heel mooi schilderij gezien. Nou, toen ben ik meegelopen en zeg nou, ja, ik vind hem ook leuk. Dus zodoende hebben we toen bedacht om hem gewoon aan te schaffen. Met je zintuigen verzamel je alles, het is je gereedschap. Ja. En die geest die pakt dat samen en die maakt jou tot wie je bent. En dat is niet zichtbaar, want jij als persoon bent zichtbaar. Ja. Maar wat er in jou zit, ja, niet direct. Dat is een mooie filosofie. Aan de andere kant is Jofke iemand die graag over dingen nadenkt. Graag ook wat diepgang zoekt. En zich afvraagt wat kunst kan zijn. Ja, en jij was een van degenen die dat waarschijnlijk op een natuurlijke manier oppikte. En ik kan niet anders zeggen van dat je zo een beetje het voortouw nam voor de groep die ik had. En met name ook vindt zij belangrijk dat kunst voor iedereen toegankelijk is. Hè, bijvoorbeeld ook voor mensen die een visuele beperking hebben. Jofke is op een gegeven moment met cursussen begonnen. Snel bleek al eigenlijk dat ze toch wel een soort van voorkeur had voor werken met mensen met die visueel min of meer gehandicapt waren. Ja, wij als ziende hebben meteen een beeld van iets en daar een idee over. Of het een vooroordeel is of niet, maakt niet uit. Maar iemand die blind is bijvoorbeeld, die wordt stap voor stap op de tast, gehoor. De vrouw van de stem achter het filmpje, die heeft bijna nooit gezien. Hè? Vanaf haar 3 is ze blind. En zij zegt, ik ontmoet flarde mensen. Dus er komt iemand binnen, ik hoor voetstappen, ik hoor een stem. Langzaamaan, ik krijg een hand en langzaamaan worden al die flarden een persoon. En ik vond, dat fascineert me. Ik zie daar dingen bij en zij heeft geen visueel geheugen. Dus voor haar is dat anders. En ik dacht, hoe kan ik nou dat idee van dat langzaamaan de losse elementen een geheel worden verbeelden. Het gaat langzamer, maar daardoor creëer je denk ik wel meer je eigen ideeën, je eigen beeld over die persoon of over de dingen. Ja, Paul Klee die zei ook, ja, je moet het onzichtbare zichtbaar maken. Ja. Maar jij maakt het onzichtbare voelbaar eigenlijk. Ik zie het een beetje als een link naar het ontastbare, het geestelijke. Omdat de mensen die visueel slechtziend zijn, eigenlijk ook geen visuele input hebben. En die moeten dus alles op tast doen. Je ziet ook dat dat belangrijk is geworden voor Jofke. En dat zie je ook in haar werk terug waar ze nu mee bezig is voor de kunst. Want dat heeft ze dan toch weer fors opgepakt. Dit is echt een uitdaging. Want met niks iets doen. Dus eigenlijk wat ze juist wil uitdragen. Van raak het aan, voel het en laat de input op een andere manier binnenkomen. Dan ga je het denk ik ook op een andere manier beleven. En misschien worden heel bekende dingen dan wel abstracter of in die richting is er dan veel aan de hand. En dat kan een nieuwe weg zijn. Jofke is er in ieder geval heel graag mee bezig. Wat ik zo bewonder is haar enthousiasme. Ik bedoel, ze is altijd met de kunst bezig. Ze doet ook gewoon dingen waarvan je zou zeggen een andere kunstenaar die zou er niet opkomen. En dan bedoel ik met haar werk met blinden om te schilderen. En ja, daar waardeer ik dan wel in. Ik vind dat ze er tenminste iets uitstraalt. Nou, en dat vind ik eigenlijk belangrijk. Je leert kijken op zo'n cursus
vooral in de natuur, vind ik. Vroeger keek je heel breed. Nu kijk je meer naar bepaalde dingen. Kleiner en ook veel intenser kijk je nou tegenwoordig. Naar aanleiding van jouw beslissing om het roer helemaal voor jezelf, de boot zeg maar zelf te besturen en niet altijd voor een ander of voor medepassagiers. Je bent nu je eigen passagier. Nou ja, eigenlijk is de conclusie zo'n beetje dat ik 15 jaar heel divers bezig ben geweest en allerlei werk gemaakt heb en nu dan die focus zoek. Ja. En dat, als mensen het leuk vinden, als jij het leuk vindt, kun je op mijn website jofke.nl gaan kijken. En dan je eigen conclusie daaraan verbinden. En het maakt op zich voor mij ook steeds minder uit wat jij daar dan bij denkt of van vindt. Dat vind ik juist wel leuk om te horen, maar is minder belangrijk. Het gaat echt om Jofke. Het gaat om mij en het is mijn jouw ding. Ding. Jouw kind. Ja, zo noem ik mijn kindje.